Sinds deze legislatuur is Vlaanderen bevoegd voor dierenwelzijn. En in het Vlaams parlement willen sommigen van die al bij al vrij recente Vlaamse bevoegdheid gebruik maken. Zo is er op 1 augustus vorig jaar een voorstel van resolutie ingediend om dierproeven af te bouwen. Om wetenschappelijk onderzoek waarbij getest wordt op dieren te verminderen. Dat is de bedoeling. Alleen, dik 9 maanden later, ligt dat voorstel daar. Onaangeroerd. Ik praat erover met meerderheid en oppositie en iemand van de farma-industrie. Dag dames en heren, ik praat met Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen, een van de auteurs van het voorstel van resolutie om dierproeven in Vlaanderen af te bouwen. Aan de andere kant van de tafel Piet De Bruin van de N-VA, eveneens Vlaams parlementslid, lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, een hele mond vol. Ook bij ons Piet Dirks, dierenarts bij Janssen Pharmaceutica. Heren, welkom in deze studio. Dank u wel. Ja, Bart Caron, u heeft onlangs op uw blog het thema opnieuw aangehaald en gewezen op het voorstel van resolutie dat u vorig jaar heeft ingediend, voor de volledigheid moet ik zeggen, ingediend met Els Robijns van de SPA en met onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum. Samengevat, wat wil u bereiken met die resolutie? Wel, we willen eigenlijk wat in de Europese richtlijn staat in Vlaanderen snel genoeg, versneld zou je kunnen zeggen, die drie V's. Het gaat over minder dierproeven, het gaat over vervangen van proeven op levende dieren en het gaat over verfijning, als het dan toch moet, van technieken. Dat willen we doen en we willen dat daar ook de Vlaamse overheid echt een plan voor maakt, dat daar stappen gezet worden, dat men ook zegt welke doelen we willen bereiken, hoeveel dieren minder in dat geval, er betrokken worden in onderzoek. En we willen ook dat er een alternatieve, dat er middelen komen om een alternatief voor die dierproeven mee te financieren. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal, dus minder dieren, die dieren als het kan vervangen door testen in labocondities, zeg maar, op weefsel bijvoorbeeld. En als het niet anders kan, waar het dan moet, omdat je medische redenen hebt bijvoorbeeld, kunnen we onder uiteraard goede voorwaarden toch een aantal mogelijkheden toelaten. Je kan het dus niet helemaal uitsluiten, maar we willen wel echt dat dat doel, doel bereikt wordt. Als dat toch gebeurt met zo weinig mogelijk dierenleed, waarom is er dik 9 maanden na het indienen van dat voorstel van resolutie niks gebeurd? Wel, ik heb zelf geopteerd om deze resolutie niet ter stemming voor te leggen in de commissie, omdat ik graag de collega's van de meerderheid mee wil in dit verhaal krijgen. En trouwens, door die resolutie is dan ook afgesproken dat we op bezoek, werkbezoek zullen gaan bij Janssens. En dat we vanuit een terreinkennis en gesprek op die manier met elkaar proberen tot een gezamenlijk voorstel te komen. Ik ben ook bereid, ik heb het ook al gezegd, om de scherpe kanten, als het dan moet, van mijn resolutievoorstel wat af te veilen. Maar ik wil dat we stappen vooruit zetten. En er worden al beperkt aantal stappen vooruit gezet, alleen denken we dat het snel wordt. Ik hoor u zeggen, ik wil de meerderheid mee hebben. Ja. Die zit aan tafel. Pieter Bruin, kan u meegaan met het voorstel van Bart Caron? Zonder enige twijfel. Ik denk dat wij zelden een voorstel zonder meer afwijzen. Zeker niet in een thema waarvan je ook voelt dat maatschappelijke draagvlak heel vreed is. Dan zou er een half jaar geleden al gestemd zijn, natuurlijk. Maar dan moet je aan de indiener vragen. De indiener geeft terecht aan dat hij zelf nooit aangedrongen heeft op goedkeuring. Goed, we hebben toen mee. Ook afgesproken van we gaan een aantal. We hebben een hoorzitting gehad, heeft ons heel veel informatie opgeleverd. We gaan werkbezoeken doen en laten we dan op basis van dat voorstel rond tafel gaan zitten. Want die drie V's, ik voeg er een vierde aan toe, verantwoord omgaan met dieren in het kader van dierproeven, trouwens ook door iedereen onderschreven. Wat principes betreft zitten we heel dicht bij elkaar en dan moeten we inderdaad kijken van wat zijn onze verantwoordelijkheden, wat zijn onze mogelijkheden, wat is al gebeurd. Er is op terrein, Ben Weitz vanaf het ogenblik dat hij die bevoegdheid heeft, heeft al wel een aantal beslissingen genomen. Kunnen wij daar parlementair nog een duwtje in de juiste richting geven? Graag. Dus die uitgestoken hand is nooit afgewezen en moest het nodig zijn, bij deze nog eens in dank aanvaard. Dus daar zie ik echt, daar is geen tegenstelling, die hoeft u daar niet te zoeken. Ja, Piet Dirks van Janssen Pharmaceutica. Ze komen op werkbezoek bij jullie. Nu, een poosje geleden heeft de dierenrechtenorganisatie Animal Rights bekendgemaakt dat uw bedrijf vorig jaar zowat 1600 proeven op dieren heeft uitgevoerd. En dat zouden er 290 meer zijn dan een jaar eerder, klopt dat? Dat cijfer? U doelt dan specifiek op de hondenproeven, ja, als het gaat over 1600 dierproeven. Dat klopt, ja. Ja, en die waren noodzakelijk? Inderdaad, er worden enkel dierproeven uitgevoerd als daar geen andere mogelijkheden zijn. En daar zit ook elk jaar een zekere fluctuatie in. Want ja, het ene jaar is er meer nood aan bepaalde onderzoeken, aan bepaalde antwoorden, dan het andere jaar. Ja, misschien is kort samenvatten. De globale trends is zeker een afname in proefdieren, maar... Ja, maar misschien eens kort samenvatten, voor welke doeleinden zijn die proeven dan uitgevoerd?
De hondenproeven, het grootste deel eigenlijk van de dierproeven die met honden plaatsvinden, is van het type waarbij dat er een teststof wordt toegediend. Hè, want bij Janssen gaat het altijd om potentiële geneesmiddelen. Om activiteit na te gaan, hè, zijn ze werkzaam hè, door bepaalde markers te zoeken in het bloed bijvoorbeeld. Hè. Of het is het wettelijke gedeelte, hè, want er is ook een wettelijke verplichting om proefdieren te gebruiken. En dat heeft te maken met het aantonen van de veiligheid. Eens je medicijn hebt, dan moet je het eerst gaan testen bij dieren. Dat klopt. Ja. Ja. Voor welke aandoeningen waren die proeven bedoeld? De focus bij Janssen ligt momenteel op Alzheimer, oncologie en infectieuze ziekten. Ja, en ik hoor Bart Caron zeggen, wij willen met onze resolutie ervoor zorgen dat die Europese richtlijn dat die wordt nageleefd. Wordt die vandaag al nageleefd? Absoluut. Ja, dan zou ik zeggen, Bart Caron, het is niet nodig. Well, die resolutie zegt niet dat je vandaag alles mag of niks mag. Die geeft een aantal richtingen aan die uitdrukkelijk moeten nagestreefd worden. Ik geef een voorbeeld. Als je zegt, ik wil voor Alzheimer-onderzoek een bepaalde test gaan doen, dan moet je eerst afvragen, kan ik die test doen in een labo-omstandigheid? Kan ik dat doen op weefsel bijvoorbeeld? Of op hele jonge embryo's van zoogdieren bijvoorbeeld, in plaats van op levende dieren? Of kan ik dat doen in een labo-context? Kan ik dat ex vivo of in vivo, levend, hè? Of niet meer levend, enzovoort? Dus je moet die vragen stellen. Dat moet je altijd doen. Ja, maar goed, ik ga de bal meteen terugkaatsen. Worden die vragen dan ook gesteld? Wel degelijk. En ik denk dat dat ook veel te weinig gekend is, algemeen. Maar ja, als je kijkt in het ontwikkelingsproces hè, van een geneesmiddel, ik denk dat misschien maar 10% van de onderzoeken echt met proefdieren te maken hebben. Het start altijd met die alternatieven. En Janssen is daar zelfs echt ook een voortrekkersbedrijf in. Computerdatabanken hè, waarin dat gescreend wordt. Celculturen, hè, een heel sterke opmars daar. Gebruik van kippeneieren, van koeienogen, ja, die afkomstig zijn uit de slachthuis. Ja. Er zijn tal van voorbeelden en die worden effectief gebruikt. Maar goed, als ik u hoor zeggen, wij doen het vandaag allemaal al, dan zou ik met een beetje kwaai wil kunnen besluiten, die resolutie is eigenlijk niet nodig, want de sector die gedraagt zich al zoals het hoort. Nee, maar we moeten blijven investeren in die alternatieven. Hè. Dus de kostprijs van alternatief onderzoek op niet-levende dieren, als ik het zo mag omschrijven, is een vrij dure kwestie. Daar is niet altijd validatie nog altijd van. Dus dat kost. En daar denken we zelfs dat de samenleving, de Vlaamse overheid, daar ook mee moet aan investeren. Dat is ook absoluut wat gebeurt. En dus het is niet een kwestie van alles gebeurt. Nee, de wetenschap staat niet stil. Dus we gaan, ik wil straks zeker over die kostprijs hebben, maar ik wil nog even terug op die vaststelling van kijk, het gebeurt zoals het hoort. Nu, Janssen Pharmaceutica is natuurlijk een privéonderneming die winst wil maken en misschien op zoek gaat naar de goedkoopste manier. En dat is misschien niet altijd de meest dierenvriendelijke manier. Wel, ik denk dat ik daar twee zaken op wil zeggen. Enerzijds, ik heb te maken met de mensen die met die dieren werken, dag in dag uit. Hè. Hun drijfveer is niet winst maken voor het bedrijf, hè, maar zij zijn gepassioneerd door hun job. En ook gepassioneerd door die dieren. Hè. Je gaat niet met dieren gaan werken als je geen feeling hebt, als je niet graag met dieren werkt. Ik denk dat dat heel wezenlijk belangrijk is. Hè. Ja. En aan de andere kant, mijn andere punt is, proefdieronderzoek op zich is ook enorm duur. Hè. Ja. En alternatieven... Ja, dat hoor ik hier zeggen. Dat gebeurt trouwens niet alleen bij jullie. Ook in een academische omgeving, bijvoorbeeld aan universiteiten. En dan lees ik inderdaad dat onderzoekers dit heel duur noemen. Moet de overheid een tandje bijsteken en bijspringen, zoals Bart Caron zegt? Hè. Maar ik denk dat ook onder die druk van die publieke opinie... Gaan we stappen verder en gaan we vooruit? De principes blijven hetzelfde. We gaan verminderen, we gaan verfijnen, we gaan vervangen. Ik bedoel, die principes, daar is men Europees het overeen gekomen. En als de vraag, moet de overheid dan bijspringen? Maar de overheid doet dat ook. Minister Wijts heeft vorig jaar een subsidie van 100.000 euro voor heel specifiek toegepast onderzoek naar een alternatief voor, ik dacht, oogirritaties. Ik bedoel, dat is een voorbeeld waar de overheid, denk ik, het goede voorbeeld geeft. Daarnaast, en ook zo, het ontwikkelen van een platform kost geld, is er 250.000 euro gegaan naar een Vlaams platform waarop alle best beschikbare alternatieven kunnen samengebracht worden. Ook een databank die openstaat voor samenwerking met het buitenland. En er is ook interesse. Er zijn twee voorbeelden, heel concrete voorbeelden. Deze legislatuur, waarin de Vlaamse overheid investeert en denk ik de weg aangeeft die we moeten gaan. Ja. Is het genoeg voor u? Nee, het is niet genoeg voor ons. Ik bedoel, er is een soort van hardnekkigheid ook in de wetenschappelijke wereld. Een soort van belief, geloof in dierproeven.
En tegelijkertijd merk ik in hetzelfde milieu ook vaak twijfels, vragen. Hè. Er zijn ook twijfels over effectiviteit van sommige middelen, die wel op dieren werken, op bepaalde dieren werken, en die dan minder goed op de mens werken. Dat soort vraagstukken zullen blijven, hè. Zolang we het bij wijze van spreken niet testen op mensen. Hè. Dus in die zin moeten we een weg afleggen. En we moeten beginnen, denk ik, met alles uit te sluiten wat niet echt hoeft. Geef het voorbeeld van de veiligheid. Hè. Maar het geldt evengoed voor schoonmaakproducten. Dat is nu niet het artikel van Janssen, maar Maceutica. Maar wel, het is echt niet verantwoord dat we voor cosmetica, dat we voor schoonmaakproducten dierproeven doen. Cosmetica is een poosje verboden. Hè? Dat is al een poosje verboden, maar het is niet voor schoonmaakmiddelen verboden bijvoorbeeld. De veiligheidstesten die Europa vraagt, hè, in de kader van de REACH-normen, hè, wel, ja... Dat is ook niet altijd noodzakelijk. Europa blaast ook vaak warm en koud. Ja, ja. Je kan daar heel wat dingen elimineren, waardoor je veel minder dieren gaat inzetten dan dat. Dus het gaat ook over minder en het gaat ook over het soort dieren. Maar misschien hebben we het straks nog over, want er is een groot verschil ook in onze perceptie als mens, of het over primaten gaat, of over zoogdieren, of landbouwdieren, dan al over muizen en ratten bijvoorbeeld, waar we gevoelsmatig een heel andere relatie mee hebben. En we moeten, is het maatschappelijk draagvlak wat kleiner als het gaat over honden, katten? Het is veel kleiner. Ja, ja. Is het laatste schandaal dat er was, ik denk dat het in Nederland was, een paar maanden geleden, dat ging over primaten. Hè. Dat zijn dan meestal bonobo's of rhesusaapjes en zo. Hè. En die liggen relatief dicht genetisch bij de mens, daarom worden ze ook gedaan. Ja, maar dat is iets wat ons meteen in ons hart raakt. Hè. En idem dito voor huisdieren. Hè. Ik bedoel, voor uw hond, hè, die kan even goed een hond zijn uit het labo, hè, die voor allerlei proeven wordt ingezet en die waarvan toch een belangrijk deel ook sterft, finaal door het onderzoek. Maar dat zijn dingen waar we snel van af moeten. Hè. Waar het kan, laten we dat minimaliseren. Nou, in Nederland was er vorige week een immens schandaal over de toename van het aantal primaten in onderzoek. Om het even niet over honden te hebben. Hè. Dat kan voor sommige toepassingen verklaarbaar zijn, maar je moet ook de uitkomst, bedoel, het resultaat van dat onderzoek. Het is niet genoeg van te zeggen, we doen het om Alzheimer, oncologie, hè, onderzoek te doen. Je moet ook effectief kunnen op de weegschaal leggen, wetenschappen, is wat we doen, die dieren aandoen, naar de outcome van het onderzoek wel. Ik ga meteen vragen aan Dirk van Janssen Farmaceutica. Ja, de uitkomst van zo'n onderzoek verantwoordt dat de proeven? Ja, vooral wat duidelijk, bij Janssen werken we niet met primaten, hè, ja, klinkt, in eerste. Nu, in elk geval, ook binnen de onderzoekswereld, hè, die vertaalbaarheid naar de mens, dat is een hot topic. Hè. Er gaat geen proefdiercongres voorbij, of dat staat hoog op de agenda. Hè. Het is een bezorgdheid. Logisch, en ook logisch, hè, ook voor die onderzoekers, ook voor een bedrijf als Janssen. We hebben er geen baat bij, hè, van onderzoek te doen, dat eigenlijk geen betrouwbare resultaten oplevert. Ja, ik lees in de toelichting bij het voorstel van resolutie, ja, dat maatschappelijk draagvlak neemt af. Nu, in de voorbereiding van dit gesprek lees ik dan interviews met mensen uit de universitaire wereld die zeggen het draagvlak zou misschien toenemen als mensen beter zouden weten waar dit allemaal toe dient. Ik denk dat inderdaad klopt. Hè. En is dat iets waar jullie aan werken? Ja, jullie nodigen natuurlijk parlementsleden uit bij jullie in het bedrijf. Is dat met de bedoeling om dat draagvlak te vergroten? Ja, degelijk. En mijn aanwezigheid hier ook. Hè. Ik denk dat wij als bedrijf ons verantwoordelijkheid wel willen nemen om inderdaad ook het debat aan te gaan, om te spreken over die noodzaak. Hè. Want de voorbeelden die u geeft, zoals Alzheimer, hè, oncologie, kanker, er zijn nog altijd kinderen met ongeneeslijke kanker. Er zijn nog zoveel schrijnende aandoeningen waar geen fatsoenlijke behandelingen voor bestaan. En daar draait het om. Ja, Pieter Bruin, maatschappelijk draagvlak, dat is toch iets waar de N-VA dus, mee bezig is, hè? Dat is essentieel. Ik mag hopen dat iedereen daarmee bezig is. En daar zie je ook dat in het verleden, en ik hoef daarom geen namen of instituten te noemen, maar dat men kansen gemist heeft. Dat dierproeven heel vaak omgeven waren met heel veel geheimhouding en een gebrek aan transparantie. En dat aanvaardt inderdaad het publiek niet meer en de politiek ook niet meer. En daar roepen wij ook alle partners die met dieren bezig zijn. Ik kan me natuurlijk wel net voorstellen dat in het geval van cosmetica, schmink, krempjes, dat mensen wel makkelijker zeggen van ja, dit hoeft niet met dieren. Nu zijn we bezig over geneeskunde natuurlijk. Dan een vraag voor de wetenschapper, zou je kunnen leven met quota? Want dat lees ik ook in het voorstel van resolutie. Zoveel proeven per jaar. Ik vind dat... Hoe is dat als wetenschapper moeilijk? Lastig. Persoonlijk, een tax bijvoorbeeld, we zitten nu in mei, plastic vrij, vrije maand. Een tax op plastic verpakkingen kan ik heel goed kaderen, omdat daar een alternatief is. Je neemt een glazen fles
Maar die disproeven worden nu net enkel uitgevoerd als die alternatieven niet voorhandig zijn. Dus je kan eigenlijk gedragsmatig niks in gang zetten. Ja, ik stel de vraag over die quota natuurlijk, omdat die vaststelling er was dat er vorig jaar 290 proeven meer zijn uitgevoerd op honden dan het jaar voordien. Om welke omstandigheden dan ook. Maar dit illustreert natuurlijk de moeilijkheid van quota voor een bedrijf zoals het uwe. Ja, en als een bedrijf succesvol is... Hè, ja, ga je dan zeggen van nee, jullie hangen vast aan een quota. Hè, en ga je dan die dierproeven die moeten gebeuren, ga je die wegduwen naar het buitenland, ja, ja, naar China, waar misschien... Allee, ik heb veel liever dat dierproeven hier in Vlaanderen plaatsvinden met een strenge wetgeving. Ja. Hè, met inspecties, met zelfs organisaties als Gaia, hè, die als stok achter de deur ja, die ook... Mee komen kijken, ja, ja. Die komen mee bezoek bij jullie. Onder andere, ja. Quota liggen moeilijk, Bart Caron. Ja, die liggen natuurlijk moeilijk. Maar je moet daarop letten, laten we ons niet op één bedrijf fixeren. Want nee, maar goed, je moet het eens totaliseerd bekijken. Wat we moeten doen, transparantie, wat doen we ermee? Waarvoor dient het? Over hoeveel dieren gaat het? Wat is het lot van die dieren? Wat is de bestemming van die dieren, bij wijze van spreken, na het onderzoek? Want dat is ook een zeer kwetsbaar punt. En hoe wordt die wetenschappelijke kennis internationaal gedeeld? Ja. Want het punt is dat zelfs farmaceutica, maar ook 10 concurrenten van hen, bij wijze van spreken, dezelfde onderzoeken doen om medicamenten te ontwikkelen. Ja, dan hebben we een tienvoud van het aantal nodige dieren om die te ontwikkelen. Dus we moeten in eerste instantie met onze buurlanden, en vooral met Nederland, denk ik, nou gaan samenwerken. En ik denk dat de Europese Unie een belangrijke rol heeft in het vergroten van die transparantie. Ik bestrijd dus niet het principe dat er voor een aantal medische behandelingen het ook zinvol is. Ja, maar het hoeft niet als het niet anders kan, maar we moeten het geen tienvoudig doen. Enzovoort. Nee. En dus daar, we zitten in een moeilijke situatie. Het gaat over een marktsituatie voor een deel, van concurrenten met elkaar, zelfs van universiteiten die niet altijd hun kennis delen. Ik denk dat daar veel op in. Dit gaat over een hoger belang. En dat zou quota op... automatisch genereren. En dat genereert quota. Ja. Dus dat overleg genereert. Pieter Bruin, ik hoor hier zeggen, werken met Nederland. Nu, als ik mijn huiswerk goed heb gedaan, dan heb ik gisteren gelezen dat Nederland toch wel een iets wat strenger beleid hanteert. Nederland gaat naar een uitoverbeleid, denk ik, tegen 2025. Dat is het voornemen. Maar ik hoor ook, collega's al het... of in ieder geval... Men probeert daar naar een meetbaar terugdringen van het aantal proeven te gaan. Eerbaar, daar niet van, maar ik ben geen voorstander van quota. Om het fenomeen inderdaad dat je... Stel dat je hier 5% winst maakt, hè, minder dierproeven, ben je dan er zeker van dat die niet elders gebeuren. Dus dan heb je zero of dan heb je netto geen winst. Dan denk ik dat dus het een verspilde energie is. En ik denk, als ik er nog aan mag toevoegen, we hebben ook daar altijd benadrukt, transparantie is essentieel. Het gaat om hoeveel proeven gaat het, welk soort proeven, ook wat is de pijnintensiteit. Dat is iets dat vroeger niet gemeld moest worden, moet ondertussen wel gemeld worden. En terecht ook, hè, dat die grootst mogelijke transparantie er is. En dat we dan ook wel overwogen, met al die factoren rekening houden, kunnen kijken van wat is de volgende stap die gezet moet worden. Maar focussen, ik zeg ook niet dat Bart dat eenzijdig doet, op het terugdringen van het aantal proeven is voor mij geen netto winst wat betreft het bestrijden en het voorkomen van... Dus als je in het begin van het gesprek zegt, ja, die resolutie die kan voor ons, maar die moeten we verfijnen, dan is dat een punt waarover moet gediscussieerd worden. Dat zal zeker een punt zijn waarover gediscussieerd gaat worden. Maar ik zag Piet Dirks het hoofd schudden toen Nederland ter sprake kwam. Well. Het is nog vorige week ter sprake gekomen op het symposium van B-klas hier in België, in Luik, waar we een spreker uit Nederland hadden die echt betrokken is in de werkgroep, de beleidsnoten van de minister daar verder vorm moet geven. Er zijn krasse koppen verschenen in de media, waarbij Nederland zegt van we gaan het proefdiergebruik afschaffen tegen 2025. Ja. Nadien is dat teruggebracht naar toxicologisch onderzoek, wat haalbaarder is. Maar vandaag de dag... Wat eigenlijk voor ligt, is vooral de ambitie om trendsetter te zijn in 2025 in innovatie, in proefdiervrije alternatieven. Ja. Wel, dat is een heel andere ambities. En daar denk ik inderdaad dat ook, en dat is ook wat minister Wijts zijn ambitie is, laten we ook wat Vlaanderen betreft, onder andere met die subsidie voor Vito rond dat alternatief voor die irritatietest, laten we ons mee in die kopgroep van landen, regio's die alle mogelijke middelen inzetten en technische kennis, know-how inzetten, om daarmee mee voor te nemen. Ja, sluit natuurlijk aan op wat Bart Caron zegt. Waarom moeten onderzoeken 10 keer gebeuren en worden die resultaten niet gedeeld? Nu kan me voorstellen dat voor een privéonderneming dit wel bijzonder moeilijk ligt, toch, om informatie te delen met concurrenten. Ik denk dat je ervan zou verschieten hoeveel samenwerking er bestaat, ook tussen farmaceutische bedrijven. Ik spreek over dat B-klas symposium. Wat doen we daar? Nu net al die beste praktijken met elkaar uitwisselen, want wij zijn geen concurrenten op vlak van hoe gaan we met onze proefdieren om?
Mm-hmm. Daar speelt die concurrentie niet, ja. Maar leren we van elkaar. Ja. Het is, ja. We lopen bij elkaar binnen en in de Vitalia. Is dat dan informatie die in die databank waar... Die databank, databank is specifiek voor het zoeken naar alternatieven. Heeft geen betrekking op dierproeven, maar is naar alle mogelijke, Bart heeft het aantal opgesomd van wat alternatieven kunnen zijn, waar ook heel veel onderzoek gebeurt en gepresenteerd wordt, maar waar het tot nu toe, hoe raar het ook mag lijken, dat niet geconcentreerd wordt samengebracht en wordt ontsloten. Dat is nu expliciet de bedoeling van dat platform, om dat wel te doen, waar dan onderzoekers kunnen kijken van wat is al onderzocht, wat moet verfijnd worden, wat kan ik eventueel ook in mijn omgeving toepassen. Ik denk dat dat een belangrijke uitdaging is. Zeker als je daar ook die link, en die is er inderdaad, legt van ook hier niet Vlaanderen als eiland op zich, maar in samenwerking met omringende landen, regio's, ja. Labo's, instituten. Je moet daar Europees durven en goed, denk ik zelfs globaal durven denken. Voilà, maar ik verneem dat Wallonië bijvoorbeeld ook een tandje wil bijsteken en strenger wil worden. Prima. Dat is, ik denk dat dat een gezamenlijk streven is dat we allemaal onderschrijven. We kunnen veel kenniswinst berekenen als we, denk ik, internationaal, zeker op het niveau van weefselonderzoek, celonderzoek, DNA-onderzoek, als we daar de kennis uitwisselen. Want dat is alles wat voor levende wezens komt. En dat is eigenlijk iets waar je zeker niet in de marktomgeving van bent, maar vaak door overheidsinstituten of door universiteiten gedaan wordt. Maar die technologie ontwikkelen, de toepassingen ervan ontwikkelen, vraagt ook heel veel onderzoek. Hè? Die zijn niet zomaar potsklaar en bruikbaar. Dus we moeten vooral als overheid ons concentreren op dit soort werk. Dat moeten we ook ondersteunen, wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, opdat die alternatieven zouden kunnen ontwikkeld worden. Hè? Ja. Ik begrijp de argumentatie voor een groot deel. Hè? Er is geen alternatief. Wel, dan zeg ik, de prioriteit van het Vlaams beleid zou eigenlijk moeten liggen op alle onderzoek naar alternatieve schema's, modellen en toepassingen. Ja. En die zullen we nooit 100% wellicht bereiken, zo naïef ben ik nu ook niet, maar we zullen wel, zeker voor toxicologie bijvoorbeeld, hè, daar gaan we zeker, dat zeggen wetenschappers, ik ben zelf geen wetenschapper wat dat betreft, maar men zegt mij dat ook, en ook veel collega's van u zeggen dat trouwens, hè, want ook in de sector is er ook vaak discussie, zouden we graag werken met alternatieven. Ik hoor een stemmend geknik bij de partij die de minister voor dierenwelzijn levert. Dat is exact het tweesporenbeleid van de minister. Enerzijds waar dierproeven nodig blijven, hè, de hoogst mogelijke ethische normen, Europees is heel veel bepaald. Laten we ons daar vinger aan de pols houden, controleren en zo verder, maar daar moeten we op blijven gaan. En tegelijkertijd laat dat onze Vlaamse technologie sector, onze innovatiesector aanspreken, motiveren op alle mogelijke middelen en mechanismen die er zijn, om die alternatieven te onderzoeken en beschikbaar te stellen. Dat is perfect, dat bevat het beleid van de minister in een paar woorden samen. Het is hier al een paar keer gevallen, internationaal samenwerking, maar heeft het verbod in de cosmetica-industrie ons niet geleerd dat die dingen dan geproduceerd worden elders in de wereld waar de normen misschien iets lager liggen en dat we dan eigenlijk verder af zijn van huis? Maar ik ben niet zo thuis in de cosmetica-industrie maar het is wel zo. De vraag is natuurlijk, riskeren we geen delocalisatie van die labo's, of van die bedrijven? Met cosmetica heb je het gasvoordeel dat je kan zeggen als Europese Unie, die producten komen hier niet meer binnen. Mm-hmm. Maar ik denk dat je dat niet gaat doen voor medicatie die erop nodig is. Ja, blijft natuurlijk de vraag, zou een bedrijf kunnen overwegen om Vlaanderen, België te verlaten als de normen te streng zouden worden? Wat voor een multinationaal bedrijf zal natuurlijk niet zo moeilijk zijn natuurlijk. We leven in een economische realiteit, waar dat zal meespelen. Nu, farmabedrijven zoals Janssen hebben ook een bepaald credo, hebben ook bepaalde minimumnormen, standaarden waar dat moet worden voldaan. Dus ook als wij samenwerking hebben in het buitenland, want dat is er natuurlijk, dan gaan die partijen ook moeten voldoen aan bepaalde criteria. Maar op ethisch vlak. Wij zijn zeker binnen Vlaanderen niet de goede koopste. En als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, wetgeving daar is minder streng. Maar goed, uw moederbedrijf is Amerikaans, hè? Ja. Riskeren we delocalisatie, Piet? Ik denk dat je dat riskeert en dat je daar rekening mee moet houden. Maar dat wil niet zeggen dat je het debat niet moet aangaan. Ik heb daarnet al gezegd, we moeten ook hier mondiaal, globaal in durven denken. Hè? Niet Vlaanderen op een eiland, zelf niet Europees, maar verder durven gaan. En je leeft in een economische realiteit waar je niet blind voor moet zijn. Maar die ook niet het enige bepalend argument is. Ik denk dat wij als kennisregio wel andere troeven hebben die het potentieel risico op die locatie dan weer verkleinen. En die moet je ten volle uitspelen. Ja, en ook concurrentie tussen universiteiten een beetje wegnemen? Laat concurrentie spelen, daar heb want, ik geen moeite mee. Dat is wat we vandaag al horen. Ja. Hè? Brussel, het Brussel hoofdstedelijk gevest is bijzonder ambitieus in zijn doelstellingen. Ja. Heeft quota trouwens naar voren geschoven. Ja. Ja, de vraag is, gaan die labo's nu in Brussel blijven of verhuizen, hè, over de taalgrens?
We zullen zien, maar ik denk dat Brussel hier een beetje een kortzinnige politiek voert. Maar goed, dat is denk ik een ander debat. Brussel is kortzinnig? Ja, maar daar moet je mee opletten met dat soort uitspraken. Brussel heeft ook een behoorlijk lelijk incident gehad vorig jaar. Absoluut, ja. En heeft daar dus een les uitgeleerd. En dat is goed, hè. Maar we moeten wel opletten met die lokalisatie. Want het is, maar je kan natuurlijk als overheid wel twee richtige maatregelen nemen om dat te beperken. Hè. Je kan enerzijds zeggen dat je bijvoorbeeld universiteiten of andere onderzoekslabo's die delen van hun werk uitbesteden en landen waar de normen drastisch minder streng zijn dan bij ons, dat je daar gaat in optreden. Oh, ja. Dat je op een of andere manier gaat sanctioneren of belemmeren. Ja. En de tweede is eigenlijk ook de vraagstelling waar die dieren vandaan komen die in Belgische, Vlaamse labo's gebruikt worden. Hè? Want daar kan je ook ethische standaarden over. Gaan wij dieren invoeren uit Centraal-Afrika? En in welke omstandigheden zijn die dan? Maar Carol, ik ga wat vragen. Waar komen de dieren vandaan? Het is op zich allemaal heel sterk wettelijk vastgelegd. Hè. Heel de proefdierwereld is heel sterk eigenlijk wettelijk vastgelegd wat kan en wat niet kan. Maar proefdieren worden gekweekt door proefdierfokkers. Hè. Proefdieren worden als proefdier geboren. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de standaard. Oké. Okay. Slotvraagje. Slotvraagje voor jullie, wat gaan we nu doen met de resolutie? Wel, ik hoop dat het werkbezoek dat we doen bij Janssen ertoe leidt dat we mensen rond de tafel gaan zetten en dat we toch een aantal richtingen gaan uitzetten van vermindering en verfijning van het gebruik van proefdieren. Ja, en dan gaan we ter stemming. En ik wil toch liever wat water in de wijn doen. Bij wijze van spreken, dan per se mijn kopje te doen, hè, en dan weggestemd te worden, dan leveren. Dus ik wil stappen vooruit zetten, maar dat minister Wees er ook een aantal zet. Uiteraard. Pieter Bruin, in dat geval kant voor jullie in de resolutie? Maar uiteraard. Ik ben begonnen met dat te zeggen, van wij hebben die resolutie, en trouwens weinig resoluties, ooit formeel zonder enige argumentatie afgewezen. Tot nu toe heeft ook Bart nooit gevraagd om ze al ten gronde te bespreken. Ja, uiteraard gaan wij dat goed, doen. Dat is altijd het engagement geweest. Er wordt gebabbeld en dan wordt er gestemd. En dan wordt er inderdaad gestemd. Oké, ik wil jullie alle drie bedanken voor jullie komst en dit gesprek. Pieter Bruin van de N-VA, Bart Caron van Groen en Piet Dirks van Janssen Pharmaceutica. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.